Goedemorgen, lieve mensen. Hi, hi. Ik ben er weer en mijn trouwe Felix de House Cat. We zijn er weer. En ik moest zo lachen, weet je. Ik zit in zo'n goed gevoel. Social media kan gewoon echt jou aan het lachen maken als je ook de hatertjes met korreltje zout neemt, in de zin van only hurt people, dus als je iets leest wat echt far beyond, dus ver van opgebouwde positieve kritiek of kritiek is, dan moet je nooit luisteren. Dus hele video gaat over de hatertjes. Ik wilde net een film maken. En dan op een van mijn foto's stond iets echt. Ik moest zo lachen. Nou, gisteravond was de zogenaamde Bogojavljanje. Dat is, Balkan mensen weten dat. Dat is als God zich laat zien, oftewel horen. Het is heel belangrijk wat je dan die avond, zeg maar, gaat dromen of bepaalde seintjes. In ieder geval, het is gewoon een soort heilige dag. En ik had een foto van mezelf met opgesloten ogen en boven stond, Bokse Javio, oftewel God heeft zich laten zien of laten horen eigenlijk. Dus komt iemand die ik niet ken. Gaat heel vulgaire dingen, gewoon hatelijke dingen plaatsen. Zoals, ik weet niet hoe ik dit moet vertalen. Het is gewoon scheldwoord, weet je. Het is gewoon, let him F you in your mouth, something like that. Het is gewoon echt goor. En ik moet zo lachen. Want hoeveel mensen gaan in discussie en gaan flippen, weet je. Het is gewoon laten gaan. Ik vind het zo grappig. Ik bedoel, wat bezielt je om zo te reageren? Wij nemen het altijd persoonlijk op. Zo van, kijk wat hij zegt tegen mij. Maar kijk in wat voor mentale staat degene is. Gewoon laten gaan. En hatertjes er zullen altijd zijn. Ik ga gewoon een voorbeeld geven van laatst wat er speelt is dat. Neem een voorbeeld van Prins Ea, schrijf je. Hij motiveert, inspireert zoveel mensen. Weet je, het is gewoon filmpjes, alles is gewoon pure positiviteit. Werken aan jezelf, werken aan je mind. Dat jij sowieso verantwoordelijk bent voor je eigen gevoelens. Dat jij die kan veranderen, je mind, je gedachtes. En dat je sowieso, hij combineert heel veel zen dingen en zen teachings en weet je, super positief persoon. Ik heb met hem persoonlijk ook gechat via social media. Zo loving person, echt zo cool. Hij heeft meer dan 1 miljoen volgers en blijft inspireren. Nou, dan heb je gewoon een of andere, gevalletje, persoontje die hem gaat kraken. En maakt een videootje over hem dat eigenlijk Prins gewoon BS vertelt en dat niks onderbouwd is en bla bla bla. Zoveel haat, zoveel eigenlijk belachelijk maken, weet je wel. En dat persoontje heeft ook zo'n bijna 1 miljoen volgers en 900, wat was het ook alweer? Meer dan miljoenen bekijks was het, inmiddels het groeit. In ieder geval, weet je, echt pure haat, echt hate. En wij allemaal hebben wel eens te maken, in ons leven met haters, weet je wel. Iemand, dat kan ook van je familiemember zijn, kan je vrienden zijn. Zodra je aan jezelf gaat werken, dan
Weet je, word je beste versie van jezelf. Je wordt gelukkig. Je wordt tevreden met jezelf. Je weet wie je bent. En mensen die dat niet zijn, die gaan, die vibreren lager. En die willen jou hebben waar je bent. Of ze nou jaloers zijn, of ze nou boos op je zijn, ze willen, maar meestal is dat de vibratie van jaloezie, want jaloezie is zo'n lage vibratie, gewoon de state of mind, je gedachten zijn vibraties, en jaloers persoon beseft niet wat hij in zichzelf heeft, daarom moet hij iemand naar beneden halen, om de illusie te krijgen dat hij boven degene staat. En daarom lekker haten, lekker tegenin. En dan, weet je, degene voelt zich dan beter. Die vindt zijn waarde daardoor. Maar dat is zo'n illusie. Je haalt jezelf naar beneden. Nou, Prins E heeft een dus, een, er bestaat dus video van degene. Volgens mij heet die man Boy in the Band of zo. Ik ga niet oordelen. Oké, God. Ik ga gewoon niet oordelen, weet je. Maar ja. Haters. Do we care, weet je? Wat anderen over ons denken. Je moet het laten gaan. Je moet het leren om te laten gaan. Want kijk, oh my God. Het is gewoon... Ik kan me voorstellen, het kan je raken. En we zo zijn geconditioneerd en getraind dat de opinie van anderen ons raakt gewoon, weet je. Wij nemen alles persoonlijk op. Maar als je heel goed luistert, zie je dat die mensen die anderen haten, over zichzelf praten. Dat gebeurt ook over in Nederland nu, weet je, met Sylvana. Weet je, hoeveel mensen zijn voor met Sylvana eens en dan tegen. En al die filmpjes over haar, om haar naar beneden te halen. Kijk, ze heeft eigen opinion, weet je. Je kan gewoon daar tegen zijn. Maar de manier op, waarop, weet je, het kan gewoon slimmer van hogere vibratie. Die lagere vibratie, die gaan haar letterlijk bespotten en aanvallen. Illusie creëren om zich beter te gaan voelen, terwijl zij niet eens de dreiging is. Er is niks aan de hand, het is gewoon alleen opinie. Positief of negatief doet er niet toe, weet je. Maar mensen gaan houden van ons zeggen te bemoeien overal. Of van een temporary, weet je, wow, something. Ze willen gewoon echt dat gebruiken. En in case van deze gast, Boy in the Band, het is gewoon hetzelfde, weet je. Het is gewoon, die man heeft video voor zo'n bekende man gemaakt, weet je. Lekker hem bespotten, kleineren, zeggen dat hij gevaarlijk is voor de samenleving. Hey, weet je, turn around voor dingen, op dingen, weet je, die echt gevaarlijk zijn. En probeer gewoon mensen meer bewust te maken van positieve dingen. Maar nee. En dan, kijk, meeste mensen vibreren laag. Dus als jij al die volgers ziet en alles erop en eraan, die vibreren hetzelfde. They like to hate. En dan gaan ze ja klikken op like, weet je. Dus laat je niet misleiden door opinie van anderen. Nou, dit verhaal, wat is gebeurd? Prins E heeft beantwoord. Ik heb een filmpje bekeken in beide gevallen. Moest hij dat nou weer doen om antwoord te geven? Niet per se. Want ik ga iets voorlezen. Het is so true. When elephant goes through a village, three dogs would bark on him. Elephant can crush them in a second, but he just ignores and keeps walking. Because he knows that dogs are not worth opponent. Dus als een olifant loopt door een dorp. Die straathondjes, die gaan op hem, weet je. Die gaan gewoon lekker barken. En een olifant kan ze gewoon verpletteren in een seconde. Maar hij negeert
negeert ze volkomen en blijft gewoon lekker doorlopen. Waarom? Hij weet dat die honden niet eens waardige tegenstanders zijn. Hij kon die film niet maken, weet je, als antwoord. Maar hij zegt gewoon dat hij zijn hele leven daar was. Weet je, hij is donkerder, dat hij was bespot en gepest. En doet er niet toe, weet je. Maar hij is such an inspiration, weet je. En dat is zo mooi om te zien. Dat mensen die zo'n contrast hebben meegemaakt, dat ze gewoon zoiets moois kunnen geven. Kijk, alle haters, dit is de conclusie. Alle haters in je leven. Het is een gezond verschijnsel. Dat betekent dat jij op een goede pad bent. Dat betekent dat er iets goeds gebeurt. Er is geen één persoon geweest op deze aardbol die geen haters had. Moeder Teresa, hoe mooi is die vrouw? Ik bedoel, haar geest, hoe loving is zij? Er zijn mensen die Moeder Teresa haten. Jezus, hoe geweldig was die man? Pure liefde. Die had haters. Wat hebben ze met hem gedaan? En wat zei hij? God, forget them. They don't know what they do. God, vergeef ze. Ze weten niet wat ze aan het doen zijn. En dat zijn die haters. Mocht je last hebben van de haters, negatieve opinie, twee of drie dingen zijn belangrijk. Gaan we zo kijken wat spontaan eruit komt. Een paar dingen zijn belangrijk. Van wie het komt en wat het is. Want kijk, soms kun je haat verwarren door een opgebouwde kritiek van iemand die je goed kent. Zoals een familielid of een goede vriend. Maar je moet het verschil weten. Hé, kritiek, iets, dat voel je, weet je. Dat weet je dat iemand het beste, en ze gaan ook dat proberen uit te leggen, weet je. We houden van je, of we mogen je echt heel graag, alleen dat opgebouwde feedback, weet je, kritiek. Dat is geen haat. Dat zijn juist dingen die je kan verbeteren. That's nice. That's good for you. Maar haters die alleen maar jou naar beneden willen halen. Dingen over je verzinnen. Oftewel, gewoon ze hebben eigen twisted perceptie over jou. Dat is hun probleem, niet de jouwe. Gewoon negeren, niet luisteren. In mijn persoonlijke situatie heb ik het meegemaakt. Mensen die mij alleen maar hebben gezien. We hebben niet eens samen geknikkerd, joh. Niks gedaan. In sommige gevallen heb ik gewoon hun nog iets positiefs gedaan. And it's there like, she's evil, she's nasty, she's blah blah. Wat zeg je me nou? Eigenlijk vertel je over jezelf. Nou, vertel meer. Because I don't care. Dus deze video, mocht je last hebben van haters. You're the elephant. Je bent gewoon olifant, elephant. Oh, did I just say elephant? Elephant. Ik ben in zo'n goede mood vandaag. En als je je zo goed voelt, kan geen hater je raken. En dat wil ik je vertellen. Als ze je boos hebben gemaakt, oké, maar negeer de ding. Laat gaan. Op een gegeven moment ga je focussen op andere zaken. Je gaat je vibratie verhogen. En denk dan aan die haters en wat ze hebben gezegd. Wedden, je gaat alleen maar gewoon lachen. En laat gaan. Kijk, je kan gewoon op de YouTube terugkomen op het verhaal van Prins I bekijken, weet je. Beide films, zowel van die gast Boy in the Band en zijn antwoord op de haters.
cool, inspiratief. Alleen, in mijn opinie, hij hoefde dat filmpje niet eens te maken. Maar wel cool, want dat was zijn vibratie. Hij was zeker geïrriteerd. Het is goed om... Het is een goede response, weet je. Hij gaat niet kwetsen. Hij gaat niet nasty erin. Hij antwoordt alleen op, waarom moet je dat doen? Dus als dat jou beter gevoel geeft om dat te doen, confronteer de hater. Maar geef ze verder geen aandacht. Dat moet je niet raken. Dat moet jou niet raken. You gotta put your tough skin on. Dus ik ga een filmpje voor je op de kanaal zetten. Als dit je heeft geholpen, je bent niet alleen. Het is goed dingen dat je haters hebt. En hey, zelfs de meest toffe mensen, weet je, tofste liedjes, weet ik veel, YouTubers, zangers, thumbs up. Maar zijn ook, hey, deze. Je kan ze niet allemaal tevreden stellen. Maar laat je niet door de haters demotiveren, maar juist motiveren. Laat het niet jou dat raken dat iets persoonlijks is met jou mis. Dat jij gewoon niet waardig bent. Nee, laat dat een goede motivatie zijn. Zo van, yeah. Yeah. Dus met deze spirit, say yeah als je het begrijpt. Yeah. Gaan we verder. Hey, dikke kus van mij. En see you later, Gator. Ciao.